Welkom op mijn werkplek. En mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het bijvullen van de vitrine, het afhalen van de tafels en het schoonmaken van de tafels. Mijn dagelijkse werkzaamheden als horecamedewerker zijn natuurlijk de veelvoorkomende dingen. De broodjes verkopen, drankje verkopen, een glimlach opzetten en vooral mensen een hele leuke dag bezorgen. Zodra ik dat pak aan heb, ben ik Efteling ready. Dan begint voor mij eigenlijk de betovering, de bewondering begint al. Zodra ik op mijn werk kom, is het natuurlijk kijken wat die dag voor mij in petto heeft. En dan begin ik netjes aan mijn opstart. Voor mij het leukste aspect is denk ik echt die glimlach bij zowel jong als oud voor elkaar krijgen, zeg maar. Ja, daar straal ik zelf ook een beetje van. Het is heel varieerd werk. Je bent hier lekker onder de mensen. En geen één dag is eigenlijk hetzelfde en dat vind ik wel heel belangrijk. Elke dag doe je ook wat anders. De ene dag verkoop je een broodje, de andere dag maak je ijsjes. En dat maakt het werk gewoon ontzettend tof. Ik zou de werksfeer bij de Efteling omschrijven als ontzettend prettig, heel erg fijn. Er werken gezellige mensen, er wordt hier goed geholpen, de mensen zijn hier vrolijk. En ja, daar word ik eigenlijk ook wel vrolijk van. Mijn collega's zijn goud eerlijk, harde werkers, allemaal een beetje maf, maar dat hoort er juist ook wel weer een beetje bij, waardoor we ook één grote familie zijn. Werken via Randstad vind ik heel erg fijn. Hele fijne directe communicatie met je planner. Ik ben eigenlijk ook baas over mijn eigen agenda. Dus ik kan zelf inplannen wanneer ik wil werken en eigenlijk tot hoe lang. Per week betaald krijgen is natuurlijk ook wel fijn. Werken in de Efteling is hier leuk omdat je ook veel buiten werkt. Je bent lekker in beweging en die combi is gewoon top. Ik zou andere mensen aanraden om bij de Efteling te komen werken. Omdat het net een tikkeltje andere horeca is. Maar wel een tikkeltje leuker dan de normale horeca. Belangrijke karaktereigenschappen zijn flexibiliteit, inlevingsvermogen, zodat je meewerkt aan de verwondering van elke gast. Solliciteer bij de Efteling. We staan er heel erg te popelen om je te ontmoeten en je alles te leren wat bij de Efteling hoort. Wat doe jij morgen?